Ja, dames en heren, het is weer tijd voor Challenge Accepted. We lagen er een weekje tussenuit, want onze microfoon is kapot. Nou ja, deze dus niet, daarom sta ik hier nu. Maar goed, anyway, we gaan weer een challenge accepten. En ditmaal kon het natuurlijk niet anders zijn dan Injustice 2. Game is net uit en check ook vooral even de video review en de geschreven review van Peter. Want het is een fantastische vechtspel met DC-karakters. Wat we gaan proberen te doen in deze challenge is... met onze bizarre onkunde kijken hoe lang we kunnen overleven tegen een moeilijke opponent computer. Dus we hebben drie karakters die allemaal gaan proberen van zich af te slaan in een super lastige fight. Dus ja, ik kijk er nu al tegenop. Ik hoop jullie ook. Challenge accepted, Injustice 2. Let's go. Zullen we gewoon, we zeggen, weet je, twee levens. Twee pogingen langs de veld. Wat heb ik geen stopwatch erbij? Denk ik. Ik mag hopen dat het veld zelf bijhoudt. Oh ja, de timer telt af. Oh! Oké. Nee, ik ben in een combo. Nee. Maar wie ben jij nou? Ik ben Batman. Oh, ja. Maar iedereen speelt tegen Joker, hè? Oké, allemaal tegen de Joker. Ja, jij hebt dan een voordeel, want jij zit in hetzelfde universum. Wow. Dat is allemaal. Ja, en ja, en nu ga ik dood. Ja, dat wel. Ben ik dan. Je kunt duidelijk zien dat Akeo wederom heeft geoefend. Nee. Dude, ik heb misschien toen ik 5, 6 jaar was Tekken gespeeld. Ja, en net iets van 20 potjes geklapt. Ja. Nee, nee, niet. Nee. Oh shit, heb jij gewoon je ult? Oh, maar hier blijft ja, maar iedereen gaat sowieso zijn special move krijgen. Oké. Okay. Omdat... ik weet niet wat het knoppen zijn. Volgens mij moet je gewoon de achterste twee triggers... Maar de tijd blijft ook stilstaan. Oké, dus de ult stellen niet mee. Is goed. Nee, dus anders is... Want, ja, inderdaad. Sommige animaties duren gewoon lang, inderdaad. Maar je hebt wel een level 1 Joker genomen. Dan vind ik dat wij ook tegen een level 1 Nee, dit is... Oh, staat boven de mail. Maar ik deed toch net level 4? Ja, dat doet hij op B. Of sorry, rondje. Maar hij staat op very hard. Ik heb nu ja, verloren. Dit is... Oh, nice. Oh, je leeft nog? Ja. Ja, nu ben ik dood. Oké. Oké, dus even kijken, dat was 6, dat was 1 minuutje. Dat was 59 seconden op het muilenhoofd. Ja, zoiets. 59 seconden overleefd. Netjes. Ja. Doe eens een keer je best dan. Nee, ja, 2 maal scheep trekt. Nou ja, kijk. Hier dat is het ding hè, van Akeo. Zijn Dark Souls skills komen. Ja, dude. Hoe is dit? Behalve dat de Dark Knight is, dat is de enige nee, overlap maar die ik kan bedenken. Mensen die Dark Souls shit spelen, nee. Die zijn... echt in heel veel games goed. Oké, dat is de game. Kijk, ik word het... Nee, maar dit is eigenlijk niet te vergelijken met elk soort ander game. Ja, maar je weet ongeveer wat je moet doen. Je staat nu voor, hè? Je hebt weer die ult. Ja. Nou, dat is wel dom, want nu is hij bijna zijn eerste levensbal kwijt. Dan doe je niet zoveel damage. Oh, is het daar al? Ja. Oh, ik dacht het ging... Oké. Okay, maakt niet uit. Ik geef op. Dit is nog aardig. Als ik hem verslaan... Nee, ik ga hem niet verslaan. Ik ga nu dood. Ja, nu ben ik dood. Dope. Oh, wat? Level transition. Ja, maar nu doet hij dus een... Ja, maar nu gaat hij dan op pauze? Ja, de tijd staat stil. Wow! Maar je leeft nu al, iets van bijna 40 seconden of zo? Kijk, nu ga ik dood. Ik fok het op door iets te schieten. En nu combo teamen. Ja, dat is wel zo, hè. De tweede levensbalk, dan wordt de enemy vaak kutter. Kijk, en de schiet. Ik weet niet eens welk knopje dat is. Ja, ik heb niet eens geleerd. Het is een soort van get over hier van Scorpion. Oké, het zou wel mooi zijn als je Oké, en nu ben ik dood. Nee. Precies een minuut. Helaas. Precies een minuut overleefd. Maar deze was langer dan eerst. Ja. 1 seconde langer. 1 seconde langer. Netjes. 1 minuut voor oké. Kom maar dan. Fuck. Ja, dag! Wow! Jezus. Heb je Mortal Kombat 10 gezien trouwens? Nee. Maar ik heb de game wel. Okay. Dude! Wat is dit? Alright. Way to get some mix in, man. Ja! Ja, maar dit is echt niet normaal! Nee, I know! Ja, maar hij deed bij jou tenminste nog een beetje normaal. Oh, mooi dus. Nee! Blijf hem af! Sta op! Was dat je eerste levensbalk al? Ja. Yo god. Ga voor die clash. Oh, dat kan niet. Nee, ik ga gewoon door. Oh, ik wou net zeggen. Oké, anders doe ik
Ja, ik doe gewoon het. Bam, die voor je. Kijk hoeveel damage, jongen. Ik sta weer bijna... Oh! Op! Oh, bam, die voor je, jongen. Maar goed, nu ga ik dood. Dat is oké, joh. Hij staat bijna gelijk. Ja, I know, man. Wat jij ook. Oh! Nee! Ik ben niet goed. Niet stuk. Oh, fuck. Ja, nu. Hij comboot gewoon bijna half HP. I know. Oh, ik blokte hem daar. Voor heel even, je bent een betere Batman. I know. Ga voor de betere Batman. Dat ga ik redden. Oh, kut. Ja! Ja! No! Jongen! Wat is dit? Ja, jongen, 4 seconden. 4 seconden beter. Nee. Hij is 4 seconden langer. 1 minuut 4, jongen. Oké. Jongen. Jezus. Oh. Oh, nice. Die voor je. Special moves, yo. Maar ik zag niet hoe je het doel mee kan gooien. Probeer niet. Ik denk gewoon alle knopjes indrukken. Dat is ook wel mijn mindset. Ik moet het deze. Dat is zo mooi. Wow, vet. Je zit nu vet wel klein. Ja, dit, nou nee, tot dusver. Nee. Tot dusver. Het was een mooie combo eventjes. Heb je daar net ook weer een knop gevonden die het goed doet? Oh, en die erachteraan. Oké. Ah, hij blokt hem! Maar zo is goed, die moet je als tweede wind moet je die gebruiken. Ja, maar ik heb hem nu niet meer. Oh ja, nu is hij. Shit, ja. Had je later moeten blijven. Ja, later, hallo. Daar gaat het voor. Ja. Come on. Wow. Hij moet nog bij de tweede ronde komen. En hij heeft nu al bijna zijn betere Batman tijd. Ja, inderdaad. Dit is, ja. Ja, oh, daar gaat het. Is dit echt very hard? Je doet het echt heel goed. I know. Het staat er zelf op te kijken. Ja. Oneerlijk, hij loopt alleen maar achteruit. Ja, maar nu heeft hij hem, kijk. Voor 2 minuten lang blokken. Ja, maar hij gaat sowieso door het blok heen, dus op een gegeven moment is het gewoon klaar. Maar Mapturns is, heb je alleen als je aan de buitenkant van de map staat, één slaap en gelijk. Ja. Ah, serieus! Wat een laffe manier om te sterven. Ja, I know. Oké, ik heb dit spel nog geen moment aangeraakt, dus ik ga echt random knoppen drukken. Maar ik dacht van, nee, ja. Laat ik geen kracht hebben, laat ik gewoon de pijn en boven. Nee man, my name is Oliver Queen, I spent 5 years on a hellish island. Oh, hoe werkt dit spel? Oh, your boy! Oh, kut. Oh, dat ging even een fractie van een seconde, ging het goed. Hoe? Jullie hebben allemaal Oh god, ik ben al neer. Letterlijk maar één. Nee, hoe blok je? Ik heb dit spel nog nooit aangeraakt. Je kan niet blokken. Als je niet slaat, dan blok je automatisch. Meestal. Dat meen je niet. Meestal wel. Dat of achteruit lopen. Ja, als je achter triggers indrukt, dan doe je super. Oh, je boy heeft er denk ik door hoe dit spel werkt. En is het weer kwijt. RT of zo, of wat dan ook. Dan is het Oké, ik heb mijn afstand aanval gevonden. Dat is iets. Ja, dat is iets, terwijl hij nu zo kei dichtbij staat. Je bent in de hoek gedreven. Jezus, my name is Oliver Queen and I spent 5 years on the Hellish Island! Waarvan 1 week echt op de island en rest. Ja, de rest is allemaal andere backstory. You have failed this city. Dude, oh, ik ben echt 1 seconde slechter dan Akeo. Dat is best wel bizar. ik heb het spel niet eens aangeraakt sinds, I don't know, een half jaar geleden. Je komt in ieder geval vet aangelopen. Dat is... Nee, maar even. Het is, kijk, dat fucking groen is zo lelijk en dat stomme maskertje. Nee, het is best wel badass. Niet eens kracht, gewoon zijn stomme. Nee, hoezo niet? Hij is gewoon super vet met een boog, dat is een kracht aan zich. In de serie ziet hij er heel vet uit. In de serie ziet het er wel uit, ja. Ik vind hem er ook best het ziet er nu gewoon uit als een keer Green Lantern. Dat is ook belangrijk. Nee, een goeie. Oh. Ja, oké, zo'n gay ring inderdaad. Green Lantern is helemaal... Oh, hoi. Oh god. Oh, ik gebruikte het level, dat was iets.
Nee, ik wil af en toe wil ik gewoon wegspringen, maar ik ben nog steeds niet over uit wat de knop van springen is. Van omhoog, met je omhoog. Springen okay. Is gewoon een pijltje omhoog. Ja, dat doe ik nu. Ja. Nou dan. Hé, hoezo heb ik mijn ult niet? Je hebt je ult. Hoe? Wel? Oh, oké. Okay. Ja. Gevonden. Oké, okay, sorry. Ik vind hem wel vet. Oh, oké. Okay, sorry. Ik vind hem wel echt dood. Oh, die is dood. Ho! Yayo! Ho! Nee, ja, nee, I know. En daar gaat hij. Nee, oh, god damn. Nee, 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 deze heeft hij. Deze heeft hij niet. Misschien word ik niet het laatste. Ik ben niet het laatste. Ja! Yeah. Oh, damn. Ja, Akeo is niet laatste en ik overduidelijk wel. Maar nee, het is Daniel die deze challenge heeft gewonnen met zijn bijna anderhalve minuut. Hoe lang leefde je? 1:38. Dat is anderhalve minuut en dik nog wat tegen een very hard opponent met twee kansen. Dus ja, Daan heeft deze gewonnen. Ik hoop dat je genoten hebt van onze faalpartij in Injustice 2. Je ziet overigens hier nog eens een keer hoe fantastisch Daan het heeft gedaan. Zo moet het, mensen. Zo moet het. Proost, leer ik hier eens van. Anyway, heb je zelf ook een leuke challenge voor ons om te doen volgende week in Challenge Accepted? Stel dan hier je challenge voor in de comments. Doe het hieronder. Denk aan iets nieuws, iets ouds. Mag allemaal. Als het een leuke challenge is, willen wij hem graag accepten. En misschien net als bij Injustice gewoon keihard op onze bek gaan. Dus word creatief. Laat ons weten wat je ervan vond. Tom out. Tot snel op gamersnet.nl of volgende week bij Challenge Accepted. Als we er weer zijn. Doei.